Welk muziekstuk of nummer luister jij het meest? Ik luister alle soorten muziek, dus het meest. Misschien de cello suites van Bach, maar Case Choice, een beetje nostalgisch, blijft ook nog wel een favoriet. Wat had ik graag uit willen vinden? Vleugels, zeg maar, zodat ze werken voor een mens. Ik zou toch nog steeds wel willen weten hoe het is om te vliegen. Dat is een leuke. Als je een aantal maanden in quarantaine zou moeten, wat neem je dan mee? Maximaal 3 dingen. In elk geval mijn notitieboek. Ik weet niet of de hond als een ding telt of niet. Maar in dat geval ook de hond. Dan ben ik niet alleen in quarantaine. En dan... bij dat notitieboek hoort een pen of een potlood. Dus dan zit ik aan 3. Welk talent had je graag willen hebben? Ik was graag muzikaal geweest. Omdat muziek is zo'n directe... schrijven heeft altijd iets indirects. Je werkt toch met je hoofd vooral. Terwijl muziek, dat is direct fysiek ben je bezig. Dat is, je voelt het ritme echt hier. En schrijven is ook iets wat je toch vooral alleen doet. Terwijl als je muzikant bent, dan waar je ook bent, ongeacht welke taal je spreekt, je bent onmiddellijk in gezelschap. Dus ja, muzikaal, dat was ik wel graag geweest. Waarom wilde je dit boek schrijven? Verdwijnpunt was een boek waarvan ik eigenlijk niet anders kon dan het te schrijven. Daarom ben ik er ook 10 jaar op de een of andere manier mee bezig geweest voordat het uiteindelijk verscheen. Het lag zo dicht bij me. Het verdwijnpunt gaat over de gevolgen van geweld en hoe dat je kan isoleren. Dat lag zo dicht bij me dat ik er eigenlijk niet over kon schrijven. Is Verdwijnpunt je meest persoonlijke boek geworden? Wat en wie wil je ermee bereiken? Aan de ene kant is het mijn meest persoonlijke boek. Want het gaat over mijn eigen ervaringen. Mensen hebben wel gevraagd achteraf van waarom heb je er geen fictie van gemaakt? Dat vond ik eigenlijk een hele gekke vraag. Want ik heb wel veel romans geschreven eerder. Maar dit is niet een onderwerp waarvan ik fictie zou maken. Want dat zou ik ook op een bepaalde manier laf vinden. Dat je dan altijd erachter kan verbergen van maar het is maar fictie. Dus ik denk, het is op een bepaalde manier het meest persoonlijke boek, omdat het... Een schrijver gebruikt altijd zijn ervaringen, maar hier gebruik ik ze zonder er fictie van te maken. Wat en wie wil je ermee bereiken? Ik heb zelf heel veel gehad aan de paar boeken die ik kon vinden waarin op een eerlijke manier werd geschreven over pijn. Want we praten wel over slachtoffers, maar dat... We praten zelden eerlijk over pijn. We vinden het moeilijk, denk ik, als maatschappij om in de buurt van mensen met pijn te zijn. Om echt te luisteren. Om niet te snel met een advies te komen, bijvoorbeeld. Of met je eigen ervaringen. Dus dat zijn, denk ik, de mensen voor wie het boek geschreven is. Het echt eerlijke antwoord is dat het altijd heel gek is om een boek in handen te hebben... En waar je zo lang aan hebt gewerkt. En op een bepaalde manier is dat fysieke boek best ver weg van je werk als schrijver. Hè? Zeg maar, als je achter de laptop zit en in dat verhaal zit en er zelf aan het werk bent. En zodra er een fysiek boek is, is het in de buitenwereld. En krijg je reacties van mensen. En dat is bij zo'n persoonlijk boek is dat natuurlijk nog een stuk enger dan bij een roman waarbij het fictie is. Maar tegelijkertijd is het wel heel mooi om te horen hoe het mensen raakt, hoe het mensen iets geeft. Want dat is uiteindelijk waarom ik ervoor heb gekozen om het ook uit te brengen. Om het niet alleen voor mezelf te schrijven, maar om er een boek van te maken.